dat je kijkt en welkom op mijn beautykanaal Beauty by S. Vandaag weer een gloednieuwe video. Namelijk, ik ga het vandaag hebben over chemische peelings. Ik voer die behandeling uit in mijn salon, Your Personal Beauty. Linkje verschijnt nu in beeld. Mocht je na het eind van dit filmpje nog vragen hebben of wil je het nog even nalezen, dan kun je altijd op mijn website nog eventjes checken. Maar in ieder geval, ik ga het vandaag hebben over chemische peelings. Wat het precies doet, waarom is het precies goed voor je huid, voor welke huidtypes en welke verschillende peelings er eigenlijk allemaal zijn. Dus ben je nieuwsgierig en wil je meer over weten, blijf dan vooral kijken. In mijn salon werk ik met de Lyra peelings en die lijn bestaat uit 7 verschillende peelings. Dus voor elk huidtype is er een peeling. Voor de acnehuid, voor de rokershuid, voor de anti-aging huid, voor ongewenst pigment, voor fijne lijntjes en rimpeltjes, littekens en grove poriën. In elke peeling zitten verschillende ingrediënten en die ingrediënten zorgen er eigenlijk voor dat die effectief en efficiënt dat probleem, huidindicatie, huidprobleem, aanpak. Wat belangrijk is wat in de Lyra peeling zit, is een SCT-technologie. Dit is een stamceltechnologie, wat je natuurlijk niet zoveel zegt. Maar wat het eigenlijk doet en wat het eigenlijk voor zorgt, is dat dat ingrediënt ervoor zorgt dat je huid sneller herstelt na de peeling. Wat natuurlijk iedereen wil, want zo'n peeling is best wel heftig wil ik niet zeggen, maar het doet natuurlijk wel echt wat voor de huid. Dus je kan een beetje rode plekjes krijgen, dat kan gevoelig zijn. En dan wil je natuurlijk dat je huid heel snel herstelt en niet dat je een hele lange week helemaal vol loopt met rode plekjes en schilfertjes enzovoort. Dus in die Lyra peeling zit een ingrediënt wat door je huid sneller herstelt en sneller het resultaat eigenlijk ziet. Ook zorgt het ingrediënt ervoor dat het huidverouderingsproces vertraagt en het is anti-irritatie, dus het gaat tegen irritatie van de huid tegen. En deze peelings zijn eigenlijk geschikt voor elk huidtype, voor de zowel lichte huid als donkere huid. Wat ik heel erg belangrijk vond toen ik voor peelings ging kijken, is dat het ook zeker geschikt is voor de donkere huid. De donkere huid valt ook in de categorie gevoelige huid. Daar moet je altijd mee oppassen voor pigmentschuivingen. En het is gewoon een ander huidtype, dus daar moet je heel erg voor oppassen. Maar ook in deze lijn zijn verschillende peelings die speciaal voor de donkere huid zijn. Ik zelf gebruik vaak de pumpkin peeling. Dat is met pompoenenzymen, zoals het woord al zegt. En dit is een vrij middelmatige. Ja, dit is een vrij middelmatige peeling. Dus je hebt licht, middel en hoog. En deze valt er een beetje tussenin, maar is echt goed geschikt voor de donkere huid. Pakt pigmentvlekjes aan, littekentjes, grove poriën, anti-aging. Eigenlijk is elke peeling sowieso anti-aging. Snelt je collageen aanmaak. En natuurlijk, wat een peeling vooral eigenlijk doet, is op een hele zachte, gecontroleerde wijze een laagje van je huid afpeelt. Dus je kunt gaan vervellen. Dit kan zichtbaar of onzichtbaar. Als je onzichtbaar gaat vervellen, dus dat je het niet ziet, betekent het niet dat het niets heeft gedaan. Want elke peeling doet wat met je huid. Als je huid gewend is aan peelings en goede intensieve producten, dan zul je minder snel vervellen. Is je huid hier niet zo aan gewend en je pakt meteen een hoge peeling, dan ga je snel vervellen. Wat ook helemaal niet erg is. Het is de bedoeling dat je niet aan die velletjes gaat zitten pulken, maar gewoon de huid zijn werk laat doen. Valt er vanzelf af met een washandje als je er licht overheen gaat. Valt het er vanzelf af en het is natuurlijk heel erg goed dat je huid heel goed hydrateert en een goede zachte reiniging gebruikt. Een optimaal resultaat van een chemische peeling is het eigenlijk belangrijk dat je het zeker minstens 3 keer doet in een kuur. Dus dan kom je rond de 3 à 4 weken, soms kan het zelfs 2 weken, kom je terug om je behandeling te herhalen. Dan, wat je in een kuur dan ook kan doen is dat je elke keer een stapje hoger kan gaan. Want je bouwt het eigenlijk echt op. Je begint met een lichte peeling om te kijken hoe je huid herstelt. Kijken hoe je huid op reageert. En daarna, als je de volgende keer terugkomt, dan kun je een iets stapje hoger pakken. Ja, wat dieper in je huid trekt. En nog meer je huidindicatie of je huidprobleem eigenlijk aanpakt. Dus dat is eigenlijk wel echt een aanrader. Het is niet zo dat als je het 1 keer doet, dat het helemaal niets doet. Absoluut niet. Ik zie al zeker als ik het 1 keer doe een peeling, zie ik het vaak na ongeveer 2-3 weken, dan is mijn huid weer helemaal hersteld. Zeg 3 weken, aan het van de 3 weken, dan is je huid weer helemaal hersteld en helemaal gekalmeerd. Velletjes zijn weg, puistjes die eventueel zijn uitgebroken, wat soms kan, want het
komt er natuurlijk allemaal uit, is dan helemaal hersteld. En dan zie ik echt het resultaat, zeker al na één peeling. Zeker vooral bij een donkere huid, waar ik vaak last van heb, is donkere plekjes na een puistje of een littekentje. Daarvoor zijn peelings super goed. En dat heb je natuurlijk ook met een blanke huid. Dus daarvoor kan ik een peeling zeker aanraden voor littekentjes, dus pigmentvlekjes, grove poriën. Dat zie je meestal eigenlijk al na één keer. Fijne lijntjes, rimpeltjes, dat pakt het allemaal echt een peeling echt aan. Nu is het ideale timing eigenlijk periode om een peeling te gaan doen. De zon schijnt niet, want met een peeling moet je altijd oppassen dat je niet volop in de zon gaat liggen zonder een factor. Dus dit is eigenlijk de ideale tijd om een peeling te gaan doen. Na de zomer, dat de huid weer helemaal verdikt door de zon, is het heel goed om nu, dat we langzaam de winter ingaan, om met zo'n kuur bijvoorbeeld te gaan beginnen of het een keertje uit te proberen. Op mijn website kun je eigenlijk alles nalezen van welke soort peelings er allemaal zijn. Ga ik je nu allemaal niet uitleggen, want het is allemaal heel erg saaie stof en allemaal bla bla bla. En eigenlijk zegt het je misschien helemaal niks. Maar op mijn website kun je allemaal goed nalezen wat voor soorten peelings er zijn. Dan kun je precies nalezen welke peeling misschien eventueel bij jouw huidtype past. Op mijn website www.yourpersonalbeauty.nl verschijn nu weer eventjes in beeld. Als je het een keertje willen uitproberen, dan ben je altijd welkom in mijn beauty salon. Binnenkort ga ik ook een hele kuur weggeven van 3 behandelingen. Dus hou mijn kanaal zeker in de gaten. Vergeet je niet te abonneren, zodat je helemaal niets mist. Ik hoop dat je het een leuke video vindt. En vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen. Binnenkort verschijnt er ook een video met de hele behandeling, wat de behandeling precies inhoudt, hoe het in zijn werk gaat, de reiniging, de pre-peel en de peeling zelf en daarna het masker. Dan kun je helemaal meekijken hoe zo'n behandeling er eigenlijk uitziet en daarin ga ik een kuurtje weggeven. Dus hou mijn kanaal zeker in de gaten en ik hoop je volgende week weer te zien. Ciao!